Hey, hallo allemaal. Ik liep laatst in de Action en ik kwam iets tegen waarvan ik dacht, wat is dat? En ja, het was iets creatiefs, dus ik wilde het graag uitproberen. En het leek me wel leuk om dat samen met jullie te doen. Dus vandaar deze eerste indruk video. Ik heb het over deze brush pens. Het zijn een soort stiften, maar dan met een soort kwastje eraan. Ze hadden bij mijn Action hadden ze 3 verschillende varianten. Ik heb ze alle 3 gekocht, gewoon om even te kijken hoe het is, hoe de kleuren zijn en zo. En ik ben heel benieuwd wat ik hiervan kan maken en of het überhaupt wel leuk is. Dus, laten we beginnen. Dus, laten we ze openmaken. Oh ja, trouwens, op de verpakking staat echt helemaal niks, alleen penseelstiften. En verder word je er niet veel wijzer van. Dus, dit zijn ze. Laten we er eentje openmaken om te kijken wat het doet. Hier A4 papier. Gewoon printerpapier. Kijk, dit is een puntje. Ik weet niet. Ja, het is echt een kwastje. Oh, dit is echt grappig. Je kan er echt mee schilderen. Nice. Dit is schilderen voor luie mensen die geen verf willen pakken. Nail dit. Ik denk dat sommige mensen hier wel mooi mee kunnen schrijven. Ik ben er sowieso niet zo heel goed in. Ja, dit is echt een beetje... Ik weet niet of je het kan zien. Maar het is echt een kwastje. En dan komt de kleur uit. Ik moet zeggen dat hier minder kleur uitkomt. Hoe dat dan komt, weet ik niet. Je ziet het ook wel. Ik druk gewoon te hard, dat kan ook. Dat is het, denk ik. Je moet zachtjes drukken. Je kan niet te hard drukken, want dan krijg je zulke strepen. Zo klein is het. Ja, dit is wel heel erg tof. Dat is raar. Ik dacht dat deze donkerder zou zijn dan die, maar dat is dus niet zo. Het is dus niet echt de kleur die op de verpakking staat. Zal ik anders alle kleurtjes laten zien? Dus dit zijn de kleurtjes. Deze oranje die doet het niet zo goed. Ik vermoed dat het neon pakje zeg maar het minst goed doet. Dus ik zou zeker voor die andere 2 pakjes gaan als ik jou was. En het is ook wel opmerkelijk dat deze 2 zijn bijna dezelfde kleur. En deze lichte, die is donkerder. Dat is een beetje vreemd, maar oké. Ik zal hierna nog wel een paar beelden doen van dingen die ik heb gemaakt. Ik ben niet de allerbeste tekenaar, dus ja. Hè? Hou daar rekening mee. Maar ik heb mijn best gedaan. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vind het wel iets grappigs. Maar ik ben benieuwd wat ermee te maken valt. Ik merk dat ik ze vooral leuk vind om letters mee te schrijven. Bijvoorbeeld de DIY die ik heb geschreven. Die vind ik heel leuk geworden. Ik zou ook dan zeker voor het pakketje gaan waar de zwarte stift ook in zit. Want ik denk dat daarmee het leukste wordt. Dus dat was de video. Dat was mijn eerste indruk van de brush pens van de Action. Ik ben wel heel benieuwd wat jij ermee zou maken en... ja, wat jij ervan vindt. Dus laat dat zeker weten bij de reacties. Als je deze video leuk vond, doe een duimpje omhoog. En als je vaker video's van mij wil zien, dan kun je abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan word je op de hoogte gehouden van al mijn nieuwste video's. Hopelijk tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!